even alles in elkaar gooien. In de Bijbel staat heel duidelijk dat God Cham en al zijn nakomelingen heeft gevloekt en hen tot knecht heeft gemaakt. Een slaaf mag Hollands verstaan, maar dat is genoeg. Genoeg, ja. Horig, maar niet mond. Voilà. Mag ik even uw aandacht even? We hebben al vele heildronken op het prachtige breedspaar Elze en Roetke gegeven. Maar daar kan nog zeker een bij. Want ik zie dat er weer veel glazen leeg en veel graffen vol zijn. Elze en Roetke, omdat een goed voorbeeld navolging verdient, wil ik dit glas ook heffen op het volgende jonge huwelijksgeluk. We hebben een datum gekozen en op 12 maart zullen mijn lieve dochter Lea en Nathan Diego Pos elke houden. Heaven? Heaven? Huwen. Trouwen. Trouwen. Huwen. Zo. Dus Nathan en Lea en natuurlijk Roetke en Elsa. Prost. Prost. Prost.